5 seconds. 3. What a day. He packs out stadiums around the world. He's got groupies that follow him around the world. Leaves audiences literally dancing in the aisles. This is not the life of a rock and roll star, but rather Dutch violinist André Rieu. Dit gebeurt echt niet vaak. En dat is met de Beatles gebeurd. Dat is met mij toen in Nederland, in het jaar van de Second World, zeg maar, 95 geloof ik. Dat echt bijna ieder Nederlands gezin die plaat heeft gekocht. 850.000 cd's in één jaar. Dat is ontzettend veel. En dat is nu hier aan de hand. Het is gewoon werkelijk een gekhuis aan het worden. Dat is natuurlijk ontzettend spannend, heel leuk. Je vraagt je af waarom is dat, hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Het is niet te verklaren. Als je dat wist, ja, als je een hit kon maken of een mania kon maken, dan deed iedereen dat wel. Maar het is wel heel leuk. A most soulful version of Nino Rota's Godfather Waltz, as arranged by the solo violinist on that recording, André Rieu, arranged for his own orchestra and singers. And I'm delighted to say that I'm now joined by André Rieu in the Qantas studio. André Rieu, welcome to Concert Hall. Welcome to Australia. Hello. Hello, Giselle. Well, it's wonderful that you're here. Look, I really don't know where to begin. Your popularity in Australia and elsewhere has positively exploded over the last 12 months with all 9 of your DVDs storming their way into the top 40 ARIA DVD charts. Now, your success, particularly in Australia, is unmatched in chart history. Every André Rieu title is a gold title. 5 are platinum, 2 are double platinum, and 1, New York Memories, is on the verge of being triple platinum. If you look at any chart around the world, I don't think an artist, every now and then, I think Guns N' Roses had 2 in the chart at one time, Nelly had 2 in the American chart at one time, but no one's ever done what André's done, 7 in the top 10. He should be given a golden key from all the states all over the world for what he's doing. It's just unbelievable. Like another Elvis Presley, you know, in a way of popularity. Yeah? Excellent. And we can't wait to see you. Yeah. Het is wel een gezellige kamer, hè? Vind ik eigenlijk wel. Ja. Guys, keep moving, please! Holland TV. Guys, keep moving! Keep moving, guys! Ja, je kunt kiezen. Ben je dit kleurt? Of ben je dit kleurt? Moet je dat zien? Wie heeft dit hier? Oh, wacht even, er komt nog een mooiere. Tada! Here we go. I've been playing the violin for 6 years.
Oh, yeah? How old are you now? 12. She doesn't practice. Can you tell her practice makes everything? No, it's okay. Play outside. Thank you very much. yeah, your performance is really great, and my dad's like your biggest fan. Welcome to Australia. And come back again. Yes, we're very fortunate. We did. We're so thrilled. Yeah. Did I cry? You put it in a glass case now, won't you? Oh, definitely. That is not going anywhere. Het staat nog altijd standvol en André is al een dikke uur aan het signeren. Dus het is leuk, want je ziet echt oudere mensen, jonge mensen, kleine kinderen die met hun violen komen om te laten tekenen. Ik denk dat hij vanavond kramp heeft in zijn hand. Ja. Maar ja, het is wel leuk om te zien dat er echt zoveel mensen naar zo'n signing session komen. En echt op de hoek zijn ze bloednerveus, staan ze te trillen, kunnen ze bijna niet meer ademen. Maar alleen omdat ze André zien, dat is wel grappig. Most precious thing for the day, for the rest of my life. Ik ben even naar boven foto's maken met de fotograaf van deze krant. Oké, weer. Kun je de viool zo houden? Precies. Zo. Ondersteboven. Here we go. Deze ook. Ik heb een driehoek gebouwd. Ja, echt een driehoek. Dus zit je zo in de hoek, zit je zo. Ik vind dat sowieso niks, die design dingen. Je kunt toch niks neerzetten. Klinkt wel mooi. Oh, nou heb ik mijn kwastje. Waar is dat nou? Wat is dit nou weer? Heb jij een kwastje? Oh, hier is het toch. Nee, laat maar. Ik loop vandaag een beetje. Ik weet niet wat. Oh, dan ben ik mijn pak aan het. Godverdomme, zeg. Verschrikkelijk. Ja, rustig. Kom zo. Nice to meet you. Van de Hulsa. Nice to meet you. Let's go ahead. Use the same violin? Yeah. Yeah? Yeah. You know, when you have a beautiful girlfriend, you don't go with another one. Yeah. I'm like coming in from the window here. So. I like that idea. This is just a quick test. Wij gaan nu naar Japan. We zijn zondag weer terug. Dus dat is een vluggertje. Voor drie komt ze echt even op en neer naar Tokio. Dat jullie er ook zijn. Heb ze de trommel erbij? Nee, toesgeloten. Oh, opblaasbaar. Oh, fijn. Dat is goed. Ik heb 10 trommels geregeld. Die zijn hier. Oh,
natuurlijk niet mee hoeven te nemen. Dus, ze zijn er allemaal, alle kinderen. Een stuk op 60. En er waren nog 10 trommelaars bij van voorbij de Bolero. Die komen dan als klap op de vuurberg komen die nog eens op. Dus dat zijn er ook nog 10. Dus zullen er wel van 70 zijn vandaag, 70 kinderen. Konbawa, minasan, nihongo ga, hanasemazeng. Goedenavond, dames en heren. Ik spreek geen Japans. Dat is het enige wat ik kan. Konbawa, minasan. Nihongo ga, hanasemazeng. And therefore, I invited Akira, who's going to help me tonight. Give him an enormous applause. Minasan, konbawa. Tsuyaku no Kashima Akira desu. Yoroshiku onegaishimasu. De eerste jaren had ik geen vertaler erbij, van mij, van mijn kant. En dan hoorde ik van mensen uit het publiek dat hij maar wat stond te interpreteren eigenlijk. Hij vertelde iets wat hij zelf vond dat het zou moeten zijn. Dus nou neem ik ieder jaar een vertaler mee van mij en die controleert hem dan weer. En dan vraag ik aan haar, is het goed wat hij zegt? Next day he came to me and he said, André, I have surprise for you. 次の日彼は私のところに来て、André, surprise があると言います。Can he do like me the Hungarian accent in Japanese? Ooh. I have surprise for you. André, surprise ga. So in Japan, in Japanese and Hungarian accent. Mijn naam uitgesproken in het Japans is André Liu. En Liu. Dat is wat het leuke dat. Liu is draak. En draak is iets heel goeds in Japan. Dat is een goed teken. Dat is een brenger van goede dingen. Bij ons is een draak in sprookjes. Ja, er komt een ridder en die vecht tegen de draak. Maar hier is een draak een heel goed iets. Dus dat vonden ze wel ziek dat ik zo heette. Ik schrok in het begin. Wat heet ik draak? Maar André Liu. André Liu. Alles goed, Roosje? Ja, prima. Kunnen we 3:30 iets ja, doen? Ja. We zijn nu al ver. Er is weer nog wat speciaaltjes. Maar dat kan hij ook ondertussen doen, maar hij weet. Ja. Die is in 5 minuten klaar, zijn die dus. Ja. En je hebt de rozen een beetje water gegeven, ja, zie ik. Ja, die zijn weer hartstikke... Helemaal als nieuw, hè? Florissant, helemaal... Zijn gewoon, hè? Fris. Fris uit de kwekerij. Oh. Ja, het is weer zo glad, hè? Heb je vaker, weet je, dan die moet ik, dan moet ik weer een hart spreken, ja. Ik ben weer dirigent bij dat clubje en mijn hele gezin speelt daarin. Dus mijn kinderen, mijn vrouw en ik doe dat al jaren. Dan. Ik vind het gewoon een hobby. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te blijven doen daarbij. Dus de tijd dat ik thuis ben, ben ik dan ook veel met hun bezig. Nou, dat geeft voor mij een voordeel dat ik precies alles goed voor kan bereiden. Ook voor dit, zoals ik het dan wil of André het zou willen. De wereld gaat voor een open, dus om ook niet alleen om hier naartoe te gaan, maar ook mee te maken hoe het bij ons achter de schermen gaat en hoe alles rijlt en zeilt en dat een repetitie toch niet zomaar eventjes iets is, hè. Zo'n soundcheck van eventjes snel er doorheen, dat ook gewoon goed gewerkt wordt en structureel dingetjes neergezet worden. Dus dat is voor hun een hele belevenis, dat zie je normaal niet. Hè. En als je ziet wat er dan nog allemaal besproken wordt en s'avonds dan loopt het concert alsof het vanzelf gaat, of we die avond gewoon zo doen. Ik zal jullie even vertellen hoe het in Australië was. Je kunt eigenlijk... Hebben jullie wel eens 7000 man in de Brusselse poort gezien die allemaal voor een handtekening komen? Ja, zo kun je het ongeveer vergelijken. Er was een radioman van 80 jaar, die zag er nog heel fris uit en die had het begin van de Beatles meegemaakt. En die zei, ik kon alleen maar daaraan denken toen ik die handtekeningen sessie zag. My first introduction to what we call Beatlemania was in your capital. Ah. They were swimming out, thought they were going to get squashed. It was madness and it went on for 5 weeks and I think that's what happens with you. Now when you go to Tokyo, you're doing a concert.
Yeah, 3 concerts. En dan gaan we de second waltz doen met 100 didgeridoos. De solo. Toen belde Cyrus, dat is de man van de platenmaatschappij. Hij zegt niet dat ik dit redoe moet gaan studeren. Nee, dat is iets voor hun. Ja, anders maar doen. Ja. Nee, maar die hebben allerlei toonsoorten. Ja. Dus ik stond zo te spelen. La la la. Die. Was wel leuk. Alleen, tam pam pam padadadidum, padadadadum, dat ging wel. Hij kon zo rappen op dat ding. Dat was wel leuk. Zo'n hele grote, zo'n grote man. De Aboriginal. Ja, papapapam, papapapam, pam. Een Australische avond van. Maar ik verheug me er wel op. Gaan jullie mee? Ja! Dan gaan we nu eerst even een concert in Japan doen. I will follow him. Follow him wherever he may go. Stop. I will follow him. That was good. La li da la 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 la. Everybody, it's Unusino, yeah? Again. I will follow him. That is. Follow him wherever he may go. And near him I always will be. Pas op als je opkomt hier met die trapjes. Dat zijn hele vervelende trapjes. En het is hier super glad op de bühne, zoals je weet. Hè? Vergis je daar niet in de aardige zon. Het zijn net allemaal kinderen. Enthousiast over alles en vrolijk. Dat je echt denkt, van, hebben die mensen nou nooit eens een slechte dag? Maar blijkbaar niet. Dus... Je hoort er, ik krijg een beetje dat vrolijke gevoel brengen ze over. Dus ja, vrolijke stemming door de Japanners. Don't laugh. Ja, dan ga ik daartussen staan, hoor. Don't laugh. But like this. Ja. Dat was ook gemeen, hè? Kietelen, dat kan ik ook niet tegen. Ze hebben toch iets vriendelijks, iets Disney-achtigs. Ja, hoe achterlijk het ook klinkt. Ze hebben iets aandoenlijks. Met alles is een beetje, alles is klein aan ze en zo, alles is een beetje popperig. En zo is ook een beetje de manier op ze werken. Ik bedoel, voor ons is het toch al snel van, ach god, wat zijn ze schattig. Ja, het is heel achterlijk. Maar dat maakt ook het werken zo, want je voelt ze doen hun best heel erg voor je en ze lopen te rennen voor je en zo. En dat, ja, het zit allemaal heel sympathiek in die zin, dus dat is leuk. 6 jaar lang staan er al die 2 mensen voor de deur, als wij hier komen. En volgens mij mag je daar absoluut niet naar binnen, want ze blijven echt de hele avond zo staan. En ik zou toch wel eens graag willen weten wat er achter die deur is. Zo. Can I take a look? Yes? May I see what's there? Volgens mij is het Hommelhof. Ah, gewoon een gang. Oké. Marcel? Misschien kun je nog 1 keer met hun werken dat die pauze, die lange pauze, dat die altijd gelijk is. Bij beide keren, hè? Snap je? Jam, padabadam, padabadam, pam, pam, padabadam, 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 pam. Jouw vrouw die keek ook naar de buurman.
In dat moment hoorde ik het ook. Nee, ze was goed wat ze deed, want dat was, op dat moment hoorde ik het ook. Maar dat is wel belangrijk, want daardoor gaat het anders een beetje rommelen. Je moet gewoon goed zijn en je moet op tijd zijn. En iemand die te laat is, ja, daar zeg ik gewoon wat van. Ja, ik krijg het op mijn nek terug, dus ik wil dat niet. Ik wil gewoon dat het goed is. Ik wil voor mezelf dat het goed is allemaal. En dan verwacht ik dat ook van hun, dat het gewoon goed is. Wat is dat? Zullen ze de grote morgen in de pauze even doen? Ze zijn er niet klaar. Ja. Wat is dit nou voor professionaliteit? Ja, ze zijn er niet. Ik dacht dat jij je mensen getraind had, dat je die onder de knoet had. Ik dacht het ook, maar ja, schijnbaar niet. Zijn ze allemaal elektronisch? Niet te geloven. Ja, ik denk dat ze naar de winkel zijn gegaan, dus ze waren niet te bereiken. Dus, ze waren niet te bereiken. Niet te geloven. Ik zit hier klaar. Ik heb me helemaal geestelijk voorbereid op die foto. Ik zal het. Ja, nou is het verkeken hoor, morgen. Ja, ik heb net nog uitgelegd aan hun dat ik het allemaal voor elkaar heb, maar ja, nu. Ja, een staakje dus. Dan sta je voor Piet Lul hier. Ja, precies. Sorry hoor. Wow. Kan gebeuren, hè. Ja, valt me zwaar tegen. Ja, en mij ook. Ik zal proberen goed te maken. Ja. Tja, ja, ja. Sorry, dan ga je door Smaas. Roosje naar Smaas. Misschien de deksel van een schoenendoos. So when you have a shoebox, perhaps the box of their shoes. You ask, and then the pot, the top. Yeah. I need it now. I need a shoebox, guys. Balletdansers doen dat ook, hè? Daar heb ik dat van geleerd. Die hebben altijd een harsbak staan. En als ze dan op moeten, dan kunnen ze enorme sprongen maken. Zonder. Want dat is het principe van hars. Ook aan de stok. Als er geen hars aan zou zitten, dan hoor je niks. Hars zorgt dus dat die. De snaar pakt en weer loslaten. Pakken, loslaten, pakken. En dan krijg je de stad. Terwijl, anders glijdt hij er gewoon overheen. Dan hoor je niks. Dat is de trilling die er. Zo. Het mag wel niet. Niet zeggen, want. Oftewel, u maakt dat vies. Nee, maar dat is heel erg. Ik voel meteen dat ik vaststa. Ladies and gentlemen, everything has an end. Also, our fantastic concert tonight with you here in Tokyo. We had a lot of fun on stage. I hope you had fun too. And who knows, we are going to see each other again tonight. Bye-bye. Nou, wat cool dat een foto. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Ja, fantastisch. Hey, moet dat eigenlijk niet met de helm op, die foto? Nee? Dan zie je wie er allemaal is en zo. Ja, zonder helm zie je niet meer wie het is, bedoel je? En ook een hele maken. Ja, kom aan. Het is gelukkig goed gekomen.
Disney Tokyo. Je kan op je ogen niet.